De tijd rijdt om de Voorse Mannen Tour. Ik ben Der van der Lek, ik ben 25 jaar, ik kom uit Nieuwegein. Ik heb gestudeerd aan de Frank Sanders Academie voor musical theater. Ik heb pas één musical gedaan en dat is de Sprookjesbonden musical van de Efteling. En ik heb ooit een dance act gehad, daar heb ik ook een clip mee opgenomen. En ook mee in de top 10 gestaan van de Zwitserse dance charts. Dus dat vind ik al heel speciaal voor mezelf. Darren, welkom. Dankjewel. Wie heb jij meegebracht naar dit avontuur? Ik heb drie vriendinnen meegebracht. Janneke, Marielle en Amy. Waarom wil je deze stap maken? Ik heb best wel een lastige periode achter de rug met mijn moeder die is overleden. En sindsdien moet ik zelf helemaal volwassen worden in één keer. Ik heb alles moet ik in mijn eentje oplossen eigenlijk. En voor mij was dit eigenlijk een stap dat ik dacht van ja, ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon alles doen wat ik wil in mijn leven, dat ga ik gewoon nu doen. En toen dacht ik nou, The Voice komt weer, ik ga me gewoon opgeven. Je moeder is overleden, is dat lang geleden, als ik dat mag vragen? Anderhalf jaar geleden is dat. Hoe ben jij zo jong? Mijn moeder die heeft blaaskanker gehad en is er 2 jaar lang ziek van geweest. Door mijn moeders ziekte ben ik eigenlijk gestopt met alles. Nou ja, niet alles eigenlijk. Ik ben wel doorgegaan met de musical, want er moet natuurlijk wel geld binnenkomen. En daarnaast heb ik me volledig gestort op het verzorgen van mijn moeder. En, want ja, was voor mij het allerbelangrijkste natuurlijk. Kon je met haar die liefde? Ja, want ja, zij was alles kon muzikaal. Ik met haar delen. Ze was naast mijn moeder mijn beste vriendin. En ja, dat valt dan ineens weg. Alleen, dit is toch wel weer... Sorry. Ja. En toen dacht ik van ja, ik moet gewoon alles uit het leven halen. En daarom sta ik hier. Mooi. Succes met hem. Dankjewel. Dit moment is heel spannend voor me, want het is toch een eerste stap weer, na mijn moeders overlijden, dat ik weer echt iets ga doen in de muziek. Dus ja, ik barst vol energie, dus ik hoop dat ik zo meteen mijn ding kan doen. Zorgen dat we ons daarin wel onderscheiden. Dus we hebben wel wat werk te doen, maar dat is ook hartstikke leuk. Ja. En ja, leuk, ja. Darren, ja, ik heb onwijs veel zin in of zo. Je greep me gewoon. En dan zag ik je en dacht van, wat een leuk type ook nog. Ja.
Dylan, het gaat een beetje een ragga sausje af en toe. En daar had ik wel zoiets van, oh, dit is wel tof, dit is wel origineel. En dit wil ik wel in ieder geval kijken hoe ver ik daarmee kan komen. Maar ja, toen zag ik nog niet dat je, hè, met je alligay, toch? Niet, hoewel. Dat geeft niet, mag je maar gereden. Ik schrijf even op. Ik ben gewoon eerlijk streep, weet je wel. Dat geeft helemaal niet. Ga ik nou de ene minderheid tegen de andere minderheid, mensen? Dat houdt je nog even lekker voor zichzelf. Heel slim. Feit is dat ik graag met je wil kijken of we daar nog de extreme in kunnen opzoeken. Met een Je weet het. Ik weet. Nou, Jij moet kiezen. Ik kan me niet aankijken en zeggen, dat is precies. Ik kies voor Ilse. Soms komen de dingen lomp uit, maar zijn ze goed bedoeld, hè? Kom op. Wat heb je het goed gedaan, man? Ja, dankjewel. Zo, dat is zenuwachtig. Ja, dat is. Hey, welkom bij The Voice. Ja. Uniek zo.